APV-vaccinatieronde voor jongeren is gestart. Middeninkomers zoeken vaak geen hulp bij geldzorgen. En sekswerkers in het zonnetje op hun speciale dag. Gelderlanders tussen de 19 en 26 jaar hebben hem laatst in de bus gehad. De uitnodiging voor een vaccinatie voor het HPV-virus. Een besmetting door het virus kan leiden tot kanker. In Nijmegen zijn de eerste prikken gezet. En ook op andere plekken in de provincie is de vaccinatie inmiddels gestart. 1,3 miljoen mensen landelijk zijn uitgenodigd. Voor onze regio betekent dat ongeveer een verwachte opkomst van rond de 46.000 prikken. En gedeeld door 2, dus 26.000 mensen die voor 2 prikken gaan komen. Zou ik je rijbewijs mogen en je QR-code? En een van hen die gehoor heeft gegeven aan de vaccinatieuitnodiging is de 21-jarige Dennis Verbrugge. Ja, voor mij staat gezondheid altijd gewoon op nummer 1. En voor mij klonk het gewoon als een no-brainer. Ik ben ook zelf heel erg veel met mijn lichaam bezig. Sport is heel belangrijk, dus gezondheid staat nummer 1. Volg mij, ja. Het humaan papillomavirus, het is via seksueel contact overdraagbaar. En 8 op de 10 mensen in Nederland krijgen daar een keer mee te maken in hun leven. Meestal is je lichaam zelf in staat zoiets op te ruimen, maar daar doet het een aantal jaar over. Lukt het niet, dan kan daar in de loop van jaren kanker uit ontstaan. Dus als je daartegen kan vaccineren, kan je een groot deel daarvan gewoon voorkomen. Komt-ie, hè? Eerlijk gezegd had ik in mijn hoofd dat vooral vrouwen hem hebben gehad ook. En wist ik eigenlijk niet dat het ook voor mannen raadzaam was. Maar liever zoveel mogelijk voorkomen. Dus daarom zeker gedaan. Er zijn ook mensen die twijfelen aan de veiligheid van dit vaccin. Volgens de GGD is dat niet nodig. Wereldwijd hebben we al 270 miljoen mensen gevaccineerd tegen HPV. En we zien daar echt geen ernstige bijwerkingen. He, wat lichte klachten de eerste 1 tot 3 dagen. Maar eigenlijk geen ernstige bijwerkingen. En ja, potentieel grote gezondheidswinst. Door de energiecrisis en inflatie is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook mensen met een modaal inkomen hebben geldzorgen. De financieel experts in de wijk worden ingezet om te hulp te schieten. Voor Nijmegenaren die geldzorgen hebben, zijn er financieel experts in de wijk die je helpen bij het aanpakken van deze zorgen. Wij zijn in samenwerking met Bindkracht 10 en de gemeente Nijmegen en financieel expert in de wijk. Wij zijn zeg maar een voorportaal van de schuldhulpverlening. Dus je moet zo zien als mensen met schulden komen te zitten of ze maken zich zorgen of noem het maar op, dan komen ze als eerste bij ons. Vanaf 2016 zijn de financieel experts actief, maar vooral nu valt hun werk op. En nu, vanwege de crisis, komen we naar boven drijven. En we zijn echt, hopen we dat men zich gaat melden bij ons. Door de coronaperiode en energiecrisis is er een nieuwe groep die het hoofd boven water moet houden. De middenklasse, en dan noemen wij zeg maar de werkende armen, die buiten alles vallen, die krijgen nu echt voor hun kiezen. Want die hebben geen recht op toeslagen, die hebben in feite nergens recht op. Maar alles wordt duurder. En ze hebben hetzelfde inkomen. Dus zie daar maar mee rond te komen. Hoewel de middeninkomens het ook niet meer redden, wordt opgemerkt dat niet iedereen van hen met geldzorgen bij de teams aanklopt. Je hoeft niet zo lang rond te lopen met je zorgen. En normaal gesproken loopt men zo'n 5 jaar lang met ellende in je hoofd en in je lijf. En dat is niet nodig. Een hoop schaamte. Natuurlijk, dat schaamte en ik kan het zelf wel. Het onbekende, ik weet niet waar ik me melden moet. Van dat soort dingen. De financieel experts bieden laagdrempelig hulp. En willen mensen meegeven dat het hebben van geldzorgen niets is om voor te schamen. Ze zijn niet de enige. De deur staat voor hen altijd open. Dus gauw ze de deur hier binnenkomen, dan stel ik ze op hun gemak. En ik wil dat ze met een glimlach weggaan. Zo meteen in het RN7 regionieuws. Afgelopen week was het weer Valentijnsdag. Maar wat veel minder mensen weten is dat er ook een speciale dag is na Valentijn. Zo meteen meer. Tijdens de landelijke actiedag van Giro 555 heeft de gemeente Nijmegen 180.000 euro gedoneerd aan het goede doel. Dit met de gedachte dat elke Nijmegenaar 1 euro doneert. Burgemeester Hubert Brul zegt hierover: we doneren nu voor de acute hulp en spelen graag samen met de stad een rol in de wederopbouwprojecten. Ook willen we de Turkse en de Syrische gemeenschap hier steunen waar dat kan. De gemeente Beuningen, Druten en Wijchen hebben geen donatie gedaan en de gemeente Overbetuwe was niet bereikbaar voor commentaar.
Zeven mannen uit Nijmegen en Wijchen hoorden woensdag celstraffen tegen zich eisen, gevarieerd van 20 maanden tot 7 jaar. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel en productie. De mannen worden verweten dat ze een criminele organisatie vormden die duizenden afnemers van drugs voorzag. Afgelopen week was het weer Valentijnsdag. Maar wat veel minder mensen weten is dat de dag na Valentijn ook een speciale dag is. De dag van de betaalde liefde. Sekswerkers laten zien dat hun beroep iets is om trots op te zijn. De sector heeft een lange geschiedenis en het imago verandert met de tijd. Met deze speciale dag wil belangenorganisatie Proud aandacht vragen voor de sector. Belangenorganisatie voor sekswerkers Proud vierde op 15 februari de dag van de betaalde liefde. Hiermee wil ze positieve aandacht vragen voor sekswerkers. Hoewel de meeste Nijmeegse inwoners niet op de hoogte zijn van deze viering, klinken ze over het algemeen aanmoedigen. Ik vind vooral dat iedereen zelf moet doen wat ze zelf willen doen en wat ze zelf leuk vinden. En als zij daar vrolijk van worden, dan moeten ze dat vooral doen en moeten ze zich daar niet voor schamen. En zo naar hun, man. Ja, iedereen doet zijn ding. Ziet u het als een normaal beroep? Niet helemaal in de zin dat ik vind dat je je eigen waarde daarmee heel erg naar beneden haalt. Maar het is natuurlijk een keuze die ze zelf maken. En als ze er helemaal achter staan en zij willen zelf, ze kiezen er bewust voor om op die manier hun geld te verdienen, dan wie ben ik om daar iets van te vinden. En ik denk dat het goed is dat ze zijn, sowieso. Volgens Proud heerst er een stigma op deze sector vanwege onder andere criminaliteit en illegale prostitutie. Gemeente Nijmegen doet haar best te zorgen voor veilige, goede arbeidsomstandigheden. Er zijn alle eisen voor. Ja, en die geven wij natuurlijk mee in de vergunning. En dat betekent dat je natuurlijk ook politie en gemeente op toe moet zien dat die vergunning ook gehanteerd wordt. Om ook misbruik of mensenhandel te voorkomen. De raamprostitutie in Nijmegen gaat rustig en is goed gereguleerd. Over de tippelzone werd er in het verleden verschillende meningen verkondigd. Kijk, het college van BMW heeft jaren geleden gezegd, als je kijkt naar de trend ook in het land en ook de omstandigheden waaronder de vrouwen moeten werken op de tippelzone, dan kunnen we er misschien beter van af zijn en het geld stoppen in zorg voor die vrouwen. De gemeenteraad heeft gezegd, nou dat willen we niet. We willen die tippelzone toch in stand houden. Er moeten wellicht wel wat verbeteringen komen, ook in de omstandigheden zoals die daar zijn. Dat heeft ertoe geleid dat we vanaf 2020 gezegd hebben, oké, dan blijft die open. Maar we gaan wel opnieuw kijken wie er werkzaam is, want die krijgen dan een nieuwe pasje, zoals het heet. Je zou kunnen zeggen, een soort van vergunning dat je op de tippelzone mag. We houden dat natuurlijk ook bij. Het is ook juridisch volop in beweging. Er komt nieuwe wetgeving aan. Maar dat is op dit moment zoals we ermee omgaan. Proud vindt het goed te horen dat gemeente Nijmegen de veiligheid waarborgt. Toch valt er volgens de organisatie nog veel meer te halen op het creëren van een goed beleid. Sekswerkers zouden meer moeten worden betrokken. Proud nodigt elke gemeente, waaronder gemeente Nijmegen, uit om hierover in gesprek te gaan. Nou, en dan sport bij NEC. Blijft het maar stil rond de contractverlengingen van Bart van Rooij, Soufiane El Karouani en Ivan Marquez. Alle drie de spelers hebben een aanbod gehad van NEC. Maar tot op de dag van vandaag is het stil. Technisch directeur Carlos Albos baalt enorm daarvan. Nou, dat is wat een zwaar woord. Hè? Want dat zijn de woorden van een journalist uiteindelijk. Maar goed, bij tijd en wijlen is het wel zo dat wij bezig zijn en graag willen dat de spelers hun contracten gaan verlengen. We daar in december mee gestart zijn en op dit moment nog geen concreet antwoord over hebben gehad. Dus dan is het wel zo dat je bij tijd en wijlen een keer diep ademhaalt. Maar het blijft stil vanuit hun? Ja, het blijft stil. Ja, klopt. Dus er komt geen concreet antwoord. Hè? Dus het is ook per situatie is het ook verschillend. Hè? Er zijn ook, bij de een is het zo, die oprecht zegt van, nou, ik weet het nog niet zo goed, hè, wat voor mijn ontwikkeling het beste is. En bij de ander komt geen antwoord, concreet terug. Dus per speler is het wel iets verschillend, ja. Dat is voor mij, hè, toch vind ik het raar. Ik heb ze alle drie gesproken de afgelopen weken. Ze zijn bij mij voor de camera geweest en ze geven alle drie aan, ja, ik heb hier naar mijn zin en die zee is mijn club en ik wil graag blijven. Ja, kijk, ik kan alleen uitgaan van wat wij, de intentie die wij hebben, de handelingen die wij doen, het gedrag wat wij daarbij vertonen. Nou, dat is exact zoals ik het nu zeg. Mm-hmm. Dan moet je die vraag bij de spelers neerleggen.
als je zo graag wil blijven, is er dan op een gegeven moment niet zoiets dat je bij jou opkomt, weet je, graag of niet? Als je niet wil, zeg het dan. Nou, in datzelfde interview afgelopen dagen in de Gelderlander heb ik ook gezegd dat wij daarop anticiperen en inmiddels ook doorgaan richting het nieuwe seizoen. En dan het weer. Ja, je weet wat ze zeggen. Avondrood, water in de sloot. In dit geval was dat ook zeker zo. Veel regen viel er vandaag niet, maar af en toe kwamen we er niet onderuit dat er een buitje viel. In de middag liet de zon zich ook nog eventjes zien. Ja, vannacht trekt er een regengebied via onze regio het land uit, waarna het droog wordt. Morgen krijgen we opnieuw met enkele buien te maken. Maar veel regen zal er niet vallen. Een groot deel van de dag zal het gewoon droog zijn. En het is wel vrij winderig. Maar met 12 graden is het zeker niet koud. Het carnavalsweekend dan zal helaas regenachtig en winderig verlopen. Vooral zaterdag zijn er langere periodes met regen en waait het ook flink. Op zondag zwakt dit weerbeeld iets af en kan de zon er af en toe toch nog even aan te pas komen. Temperaturen blijven rond de 12 graden schommelen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube-kanaal. En als je ons nog niet volgt op Facebook, Twitter en Instagram, doe dat dan even. En nu op RN7 kun je kijken naar De Streek In. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.